Back in the game. En we hebben iets ontdekt. En het is een tovertruc. Kijk. Een tovertruc zien? Ja, kijk, dit was een normale. Ik pak het pistool. Maar als je dit doet, gaat zijn shirt vanzelf omhoog zonder dat hij hem aanraakt. Is het niet een wonder? Ik vind het wel een wonder, hoor. Oké, we gaan door. Echt heel kut. Dat was echt heel kut. Sorry voor deze in. Niet afhaken, jongens. Ja. Komt goed. Er ligt een zwaan daar links. Wat symbolisch. Het is een stervende zwaan. Ik probeer hem te slaan. Ja. Is dit slaan? Ja. Oké, ik ben echt aan het kloten. We zitten echt al een tijd in het spel en ik weet nog steeds niet wat slaan is. Nee, dat is echt anders. Oh, dat is sluipen. Luisteren, je hoort het wel als je beschoten wordt. Hé, hey, ligt daar... Hij ligt daar shit. Shit, pak ik val je shit. Yeah. Oké, okay, het is hier echt heel erg donker. En Spores, doe je mijn gasmask op. Ja, dank je. No, is zij gasmask? No, nee. Er is een soldier over there. Kut. Hoe was dat mind to you? Oké. No, place is empty. Search the area. We hebben geen kogels. Dit kunnen we niet goed oplossen. Hij staat zo fucking hard. Ik krijg mijn hoofdpijn niet. Oké. Pussy. Moet ik mijn licht uit doen? Where are you, motherfucker? Hey. Ik denk dat, dat je het beste nu eroverheen kan springen en hem in zijn rug kan pakken. Dat had hij niet hoor. De meisje kan gewoon met de voorkant langs. Ja, dat las ik ook in een paar reviews. Dat de meisje is onzichtbaar. Voor iedereen. Ze vond het spook. Ja, anders zou het ook echt onspeelbaar zijn. Want dan ben je echt heel erg afhankelijk van een... I'm not here. Oké, dit is nog een keer hetzelfde. Huppa! Oh shit! Oh fuck, het is mislukt! Maakt niet uit! Kijk eens, yes. Ik heb fucking vuisten van staal! Doooooo! Zo, echt. Ja, oh shit. Ja, zeg het wel. Dat is hoe ik dingen oplos hier. Fear me! Het duurt ook op je werk. Nee, op mijn werk zit ik alleen als het helemaal stil is. Als het helemaal stil is en je hoort niks, dan weet het uit niks. Roep ik, fear me! Ja. Don't deny me by your friends. En dus iedereen vindt dat heel awkward. En dan begin je met zo'n nice face palming against the wall. La. Dus. Waar ging dat verhaal heen? Ik denk, je gaat iets vertellen, maar dit... Nee, ik heb geen idee. Ik ben ook afgeleid door deze best wel mooie omgeving. Welke van de twee? De linker. Ja, alleen omdat je links bent. Ik ben links, ja. Linkse mensen zijn creatiever, maar gaan eerder dood. Make your choice. Ik denk niet dat het een keuze is die je kan maken. Oh nee? Ik draai gewoon mijn hersenhelft om als ik wil, hoor. Ik kan niet zwemmen. We'll figure something out. Hallo jij. Ze kan niet zwemmen. Kan ik duiken? Ja, het is niet zo diep. Oh, best. Want you to die. Oeh. It's a nice underwater. Ja, doet me denken aan de eerste Rayman. Of de eerste 3D Rayman. Oh, Rayman 2. Ja. Met die piraten en zo. The Great Escape. Dat is de leukste Rayman tot nu toe. Daar is mijn waterniveau. Daar rechts. Bij je health. Ja, dat zag ik. Naar hem zei ik. Oh, snap ik soms niet dat kijkers kunnen niet zien als ik zeg kijk daar, dan snappen ze. Ellie! Hey, een briefje, dat helpt vast. Een rijk? Ellie te laten... Een mummy. Hey, look, it still works. Oh. Hoe komt zij nou hier? Ja, aan de linkerkant was het niet diep. Wat? Aan de linkerkant was het niet diep. Oh. Your contact is a dude named Frank. Frank! He's the guy on the outside. I've been trading with. He wants into the Boston QZCQs. Zal ik de English talking doen? Ja, ga je gang. Meet him in the park, so the exit of the suffering. Ja, die met de fucking South Park. Oké. Gewoon normaal. Zal ik even een heel cool accent doen? Be careful down there! Some of what the fuck! Ik ben helemaal uit de sfeer, ga dat niet. Waarom hou je dat briefje weg?
Het was een soldaat die ging. Wacht, ik het. Jullie hebben het gelezen. De beste aflevering tot nu toe. Ja. Ik wilde net een coole stem opzetten. Oké, wil je hem doen? Nee, waar moeten wij? Nee, ik hoef hem niet te doen. We gaan gewoon door. Het is al scary genoeg dat we in deze. Ik zie niks. Nee, je ziet onder water. Het water is helderder dan. Ja, boven water is één zo'n. Ding, sorry. Kun je hier bovenop? Verdomme, dat lijkt Silent Hill wel met al mist en zo. Wat is dat? Oh my god. Hey, een platform. Dat kunnen we gebruiken. Ellie! Ellie, I found a piece of wood. Ellie! Je zegt Titanic all over again, dit. Yeah. There's no room for the two of us. Yes, there is. There is no room for the two of us, Jack. Echt de kutste aflevering tot nu toe. Get on. Get on. Really? Really. Okay. Zo, what the fuck. Ze dachten. Kan je niet even. Be careful. Subtiel erop springen. Be careful. Ah, ik ben net zo dingen rammen. Ik denk dat het nog zo vaak uitgebuit gaat worden dat ze niet kunnen zwemmen. Denk je? Ja, denk ik wel. Het is dan echt zo'n puzzelstuk. Ja, alleen jammer, ik kan hier niet opkomen. Ik had gewoon naar voren X en dan springt hij erop. Dat doe ik al. Oh, zo'n grote trap. Ah, kom op, ja, man. Dat is echt niet nodig. Ik heb echt geen trap nodig voor dit, hoor. Het is lief dat je het doet, Ellie. Maar ik ben een man. Let's get out of here. Oh, wacht, ik heb misschien nog kogels voor het andere pistool. Ja, juist. We hebben nog 11 kogels. Chill. We hebben alleen niks aan als er klikkers tegenkomen. Die elk moment gaan verschijnen. Ik bedoel. Klik. Nee, de chagrijnige klikker. Kluk. Ja, we zijn weer boven. We zijn buiten. Chill. Geen probleem. Hey, look, about Tess, I don't even know what... Here's how this thing's gonna play out. You don't bring up Tess, ever. Matter of fact, we just keep our histories to ourselves. Secondly, don't tell anybody about your condition. They think you're crazy, they'll try to kill you. And lastly, you do what I say when I say it. We clear? Sure. Repeat it. What you say goes. Good. Now there's a town a few miles north of here. There's a fella there that owes me some favors. Good chance he could get us a car. Okay. Let's get a move on. Toch gaan ze vriendjes worden. Ja, uiteindelijk wel. Oké. Wow, dat was snel. Now there we go. Yeah, it'll be faster to go through here. Yeah. Man. In het bos. What? Hey. Nothing. Schiet hem daar. I've never seen anything like this. Ah, fuck. You mean the woods? Yeah. Never walked through the woods. It's kind of cool. Het is een mooi bos. Pretty nice. Why don't you just take me back to my room? If she was up to the task, why'd she drop you off on us? Well, maybe she's better now. Kid, I don't mean to upset you, but your friend's chances of survival weren't too high to begin with. She's a lot tougher than you think. It don't matter. Because I doubt I can get either one of us back into the city in one piece. Trust me. I wish they were. Ik zit boven, helemaal naar boven, hoe de lucht eruit ziet. Nice. What a kiss it! In the kiss the sky. Wat ziet ze?
Er valt hier niks te schieten. Nee, wat ziet ze? Oh, een bunny, zei ze. Ja, bunny. Ze zag een hert of zo. Die hert die ik net... Dit soort stukken vind ik altijd heel leuk in spellen. Lekker rustig, een beetje rondlopen. Eens kijken, niks aan de hand. Ik zie niks. Genieten van de omgeving. En van elkaars gezelschap. Dus. Ik verpest het hele moment. Geniet van de rust. Want het zal niet lang duren, vermoed ik. Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk dat het hier stopt zelfs. Hallo? Oh, shit. Ik zou er wel overheen komen. Nou, wire on the top, but we gotta find a way to go around. Whoa, look. Wat? Fireflies. I mean, real fireflies. Yeah, I see that. Sorry, I lost myself for a sec. Ik get up here, I'll get on. Ik kan zeggen wat je wil, maar ze is wel cute. Hey. Nee, die kunnen we wel gebruiken. Er zit een schaar. Ik kan niet wachten tot ik de finishing move zie. Nice. Moet je zien hoeveel hits je daarmee kan doen. Ja, superveel. Dat betekent dat er zo'n gevecht gaat komen. Ik denk dat je die plank moet pakken. Daar achter je. Daar, die plank. Oh, inderdaad. En dan, ik weet niet waar je hem neer moet zetten. Maar... waarschijnlijk daar, daarboven. Komt hierop. Ja, dan kan je hem waarschijnlijk weer pakken. Yep. Give me that plank. Give it. Zo. Hey, you, Bill. Where do you usually meet him? Huh? Different places. You've been here, have you? I know this is where he lives, but no, I ain't never been here personally. And that smoke, you think that's him? Sure as hell better be. Well, let's go check it out then. Schrijven het. Ik denk dat die Bill niet meer leeft. Dat is eigenlijk meestal zo. Of misschien wel, want er zijn weinig characters nu. Behalve die twee natuurlijk. Down here. Maar het wordt sowieso niet makkelijk om bij hem te komen. Drop. Oeh. Ik wat hoorde je? Klikkers. Luister eens. Misschien zie je ze dan. Oh, deed het ook weer. Ja, twee. Hé, hey, er staat al een dude. Shit. Oh kut, er staan er veel meer. Zijn dat nou klikkers of... Het zijn in die sterke. Klikkers dus. Ja. Als het runners zijn, dan kan je ze gewoon... Het zijn runners. Je kan ze wel doodmaken met die sterke dingen, hè? Met als je ze met die lode pijp kan je ze gaan slaan. Stond het er? Ja. Zal ik het proberen? Het is wel cool. Ik zou het gewoon doen. Ja, ik kan maar het alleen is voor zijn neus, hè? Alleen als het nodig is. Want nu staan ze volgens mij gewoon in dat hokje en er zit niks aan de hand. Als je gewoon doorloopt. Maar is het de bedoeling dat we daar naar boven die deur in gaan of zo? Ja, dat we langzaam lopen hier. Ja. Stay back. Weet je wat het psycho is? Is dat het lijkt wel alsof het lichaam zich nog een soort van verzet tegen die parasiet. Ja. Ja, als je gewoon langs sluipen is er niks aan de hand. Laat maar staan.
Ja. Jeje. Through here. Home free. Misschien staat er iemand onder de hoek ineens. Nope, het is rustig hier. Een spanning. Een sensatie. Dankjewel. Wat is dat? Are you alright? I'm trying to learn how to whistle. Dat zou ik niet hier doen. Waarom doe je dat? Er zijn beesten die werken geluid. Nou, dit is niks. Ga weer terug. Give me a second. Nope. Dit is alleen voor wat loot, volgens mij. Kogels. Dat kunnen we wel gebruiken, toch? Note. Collect more pills, see if I can scrounge up some extra ammo. I only have 3 weeks until the next drop of with Tess. Nou, Tess is dood. Dus dat gaat niet meer. En dat is dus die, die gast die we zoeken, want die kennen elkaar dus lekker. En Tess is dood. Zou ze nog terugkomen als infected? Nee. Volgens mij als je dood bent, kan je geen infected meer. Oh ja, natuurlijk. Ja, want ze wilden juist niet... Stupid. Het zijn ook helemaal geen zombies. Het heeft niks met zombie te maken. Nee, het zijn geen zombies. Want zombies zijn levende doden. En dit zijn gewoon levende die infected zijn. Levende. Ja. Het zijn parasieten. Oh fuck, er staat ineens een onderhoek. Moeten we daar langs? Nee. Shit. Wat? Is niks. Ja, ik weet niet of we daarheen moeten. Nou, ik heb denk ik dat ding nodig wat daarnaast staat. De container. Oh ja. Of niet? Ja, heb je nog zo'n staak? Dan kan je gewoon in zijn nek steken. Of je slaat hem nu gewoon helemaal tyfus in met die pijp. Dat is ook wel lauw. Ik zou het gewoon doen met die pijp. Ja, zullen we dat doen? Ja, gewoon. En dan is... Verkeerde knop, sorry. Oh, dat was een one-hit kill omdat er een schaar op zat. Kikkers! Oh! Fuck off. Fuck off. Oké, chill. Nu moeten we die, dat ding moet naar de andere kant. Want daar was een poort zonder prikkeldraad erboven. Ja, ik hoef in ieder geval niet meer bang te zijn voor beesten. Oh, ga eens terug. Misschien het hokje hier, even kijken. Oh ja. Yeah. Pakt iets op. Wat moest je doen, sir? Ja, kijk hier terug. Gewoon waar je net vandaan komt, waar die gasten dood zijn. Hier links. Zie je 2 gele paaltjes. Kan je daar niet iets mee? Nee, het zijn gewoon geen paaltjes. Ik dacht het shine. En die bak dan pakken. Dat kan ook niet. Ik heb voor niks gedaan. Ja. Oké. Ja, ik denk dat we gewoon door het huis heen moeten, daar, hier, en dat is dus links. En dan kom je volgens mij precies dezelfde plek uit als we al heen komen in eerste instantie. Hier. Ja, en die poort kan je misschien gewoon overheen klimmen, omdat er zit daar geen prikkeldraad. Dus misschien kan je gewoon... Je kan die deur er misschien hier links niet gewoon open. Ja, en anders probeer je eropheen. Oh ja, dat kun je kan er gewoon in. Niet full shift. Oh, nee, dat heb ik niet. Misschien kan ik er één maken. Nice. There you go. Nice. Loot. En gear. Give me a fucking... Give me your kogels, dat was wel nice. Voor de hunting knife. Jam from the other side. Is er iets open hier? Oh. Dat kan ook. No, that's not such a good idea. Well, I can't boost you up.
How else are we gonna open it? Ja, ik zou er gewoon op boosten. Maar... Ik zou ook gewoon boosten, ik zie je niet... Ik zie niet het probleem. Het kan volgens mij ook gewoon. Ja. Alright. Give me your foot. Now just open it. Nothing else. Sure thing. Careful. Okay. Gaat er nu wat onverwachts gebeuren? Ik heb dit ding. Ik denk niet dat er iets gaat gebeuren. Nee. Oké. Okay. Tada! Good job. Thank you. Dat was niet zo moeilijk, dame. Hé, hey, nieuwe pijp, die kan uit. Hey, nice, we zijn er.